Goedenavond iedereen. Hier zijn, good evening everybody. Hier zijn we weer met Gods woord. Here we are again with the word of God. Vandaag heb ik wat goed uitziend een persoon naast mij zitten. Today I have somebody here sitting next to me. En hopelijk krijgen we dan wat meer viewers. Hopefully we'll get more viewers. Nu, even serieus. Mijn naam is Geert Baijens. My name is Geert Baijens. En ik ben predikant van Believers Assembly Ministries in Heist op den Berg. I'm a preacher in Believers Assembly Ministries Heist op den Berg. Een deel van Believers Assembly Ministries International. Which is part of Believers Assembly Ministries International. Opgericht door Reverend Frank Weiler. Founded by Reverend Frank Weiler. God zegen u, Reverend Frank. God bless you, Reverend Frank. En vandaag, zoals ik al zei, and today, just as I have said, heb ik minister Yannick weer bij mij hier. I have minister Yannick here with me today. Die de Engelse vertaling op zich neemt. That will take the translation, the English translation. Welkom eens te meer bij Gods woord. Welcome again to the word of God. Vandaag gaan we verder. Today we are going to continue met het leven van Abraham. With the life of Abraham. In het jaar 2020 is genoemd het jaar van herstel. The year 2020 has been named the year of restoration. En in het begin van het jaar zijn we toen op zoek gegaan naar een persoon in de Bijbel waar we konden over spreken over het herstel. And in the beginning of the year we looked for somebody that we can talk about when we talk about restoration. En eigenlijk hadden we verschillende mogelijkheden. And actually we had a lot of different opportunities of different. Maar we hebben gekozen voor Abraham. But we chose Abraham. En daarom zijn we in het begin van het jaar begonnen met een serie over Abraham en hoe het herstel in het leven van Abraham tot stand is gekomen. And that is why we started with the series concerning the life of Abraham and how the restoration came into his life, took place in his life. En zoals ik zei, we zijn gestart in het begin van het jaar. And just as I've said, we started at the beginning of the year. En we gaan nu verder gaan. And we are going to continue. Dus er ging al een deel, er is al iets vooraf gegaan. So there is something that has been talked about before. Wat ging vooraf? So what happened before? Nu, deze lijst zal beetje bij beetje zal langer worden. This list will become longer and longer with the time. Maar we herhalen een aantal dingen zodat als je voor de eerste keer inschakelt nu dat je ook mee zal kunnen volgen. But we repeat some things so that if you come here for the first time, we can you can follow us. En zodat je ook misschien geen stappen zal overslaan, zo wanneer jij ook tot herstel wil komen in dit jaar 2020. And also so that you will not miss or jump over any step for your restoration to take place in this 2020. En kan begrijpen hoe Abraham's herstel tot stand is gekomen. And that you can understand how Abraham's restoration came to take place. En daardoor ook je eigen herstel beter zal kunnen aanvatten of verder zetten. And so that you can also continue in your journey to restoration. Nu in Genesis 11. Now in Genesis 11 zagen we dat de vorige generaties van Abraham, we saw that the previous generation of Abraham, verder en verder verwijderd waren van God. They distanciated themselves more and more from God. En daardoor was Abraham en Sarah eigenlijk in een situatie gekomen waarin ze op dat moment een positie gekomen waarop ze zich op dat moment bevonden. And that is how Abraham and Sarah actually came into the position where they found themselves in. Ze hadden dood ervaren. They had experienced death. En ze hadden onvruchtbaarheid ervaren. They had experienced barrenness. En dat was de positie waar we in feite Abraham zijn tegengekomen voor het eerst in de Bijbel. And that is where the position in which we came across Abraham for the first time in the Bible. En dan de volgende prediking zijn we verder gegaan in de Genesis 12 in het eerste deel. And then we continued in Genesis 12 in the first part. En daar zagen we hoe Abraham geroepen werd. And we saw the calling of Abraham. En God maakte beloften. And God had made promises. Maar hij stelde ook vereisten. But he had also made demands. En Abraham ging akkoord. And Abraham was agreed with them. En hij begon op pad te gaan met God. And he started to walk with God. En hij volgt God tot in het beloofde land. And he follows God unto the promised land. Genoemd Canaan. Named Canaan. En alles gaat goed met Abraham. And everything is going well with Abraham. En God herhaalt zijn belofte aan Abraham. And God repeats his promises to Abraham. En dan zien we in het tweede deel van Genesis 12. And then we see in the second part of Genesis 12. Dat er een probleem optreedt in het leven van Abraham. That there is a problem that rises up in the life of Abraham. Een ernstige en langdurige hongersnood treedt op in Canaan. A severe famine arises up in Canaan. Nu zonder te twijfelen, zonder aarzelen, vertrekt Abraham
van het beloofde land. And without doubting, without even thinking about it, Abraham he leaves the promised land. En zonder God ook maar op enige manier hierin te betrekken. And without asking God or without talking with God about it. In feite, Abraham verbreekt zijn connectie met God. In fact, he is breaking at this point. He is breaking his connection with God. En daardoor zien we eigenlijk dat er een verval komt in het geloof van Abraham. And we see here that there's a backsliding that enters into the life of Abraham. En dat vertaalt zich in het vertrek van Abraham naar Egypte. And it translates himself into his departure towards Egypt. En we zien dat eigenlijk de situatie van Abraham alleen maar erger en erger wordt. Hij komt van, zoals we zeggen, van de regen in de drop. And we see that his situation gets worse and worse, and as we say, he goes into the rain actually. And what we zien is dat Abraham in het begin aangehaald wordt in Egypte. And the first thing that we see is that he's welcomed in Egypt. Omdat Egypte nog voordelen ziet in Abraham. Because Egypt sees benefits in him. Maar vanaf het moment dat de voordelen verdwenen zijn, but from the moment that these benefits are gone, is Egypte Abraham moe en verwerpen ze Abraham en zijn familie. They reject Egypt. Is tired of Abraham and they reject Abraham. En ze zeggen zelfs dat hij uit Egypte moet vertrekken. And they say that he has to leave Egypt. En dat is waar we nu vandaag in het verhaal van Genesis 13 zijn geëindigd. And this is where we have ended in Genesis 13. En daar gaan we onze Bijbel nu ook bij nemen. And then we are going to take our Bibles there. En we gaan eerst het hoofdstuk lezen. And we are going to read the chapter first. En dan gaan we uitleggen. And then we are going to explain. Dat nu dat Abraham uit Egypte vertrokken is. That now that Abraham has left Egypt. Dat er een reiniging nodig is. That there's a purification that has to take place. Of een heiliging. Of purification. Sanctification. Right. En we lezen zo Abraham. Zo vertrok Abraham uit Egypte. And Abraham went up out of Egypt. Naar het zuiderland. To the south. En met zijn vrouw en alles wat hij had. He and his wife and all that he had. En Lot ging met hem mee. And Lot with him. En Abraham was heel rijk. And Abraham was very rich. En hij had veel vee, zilver en goud. In cattle, in silver and in gold. En hij trok vanuit het zuiderland terug naar Bethel. And he went on his journeys from the south even to Bethel. En hij ging naar de plek waar hij de eerste keer zijn tent had neergezet, tussen Bethel en Ai. Onto the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Ai. En daar had Abraham toen een altaar voor de Heer gebouwd. Onto the place where he had made the altar at first. En ook nu bracht hij hem daar weer offers. And there Abraham called on the name of the Lord again. Ook Lot, die met Abraham meeging, had schapen en koeien en tenten. And Lot also which went with Abraham had flocks and herds and tents. Maar er groeide in dat gebied niet genoeg gras voor al die dieren. But there was not enough substance in that area for their cattle. Want ze hadden allebei heel veel vee. For they had a lot of cattle together. En daardoor konden ze niet samen blijven wonen. So that they could not dwell together. Er ontstond ruzie tussen de herders van Abraham's vee en de herders van Lot's vee. And there was a strife between the herdmen of Abraham's cattle and the herdsmen of Lot's cattle. En bovendien woonden de Canaïten en de Perizzieten ook met hun vee in het gebied. And the Canaanites and the Perizzites dwelt among them in the land. En daarom zei Abraham tegen Lot. And Abraham said unto Lot. Laten we alsjeblieft geen ruzie maken. There be no strife, I pray thee. Het is niet goed als er ruzie is tussen mijn herders en jouw herders. It is not good when there's a fight between your herdsmen and my herdsmen. We zijn immers familie van elkaar. We are brethren. Je kan toch wonen waar je wil. Laten we uit elkaar gaan. Is not the whole land before thee separate thyself. Als je naar links wil gaan, zal ik naar rechts gaan. If thou would take the left hand, then I will go to the right. Als jij naar rechts gaat, wil gaan, zal ik naar links gaan. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. En Lot keek rond. And Lot lifted his eyes. Hij keek rond en hij zag dat er in het hele gebied van de Jordaan veel water was. And beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere. Voordat de Heer Sodom en Gomorra verwoestte. Before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Was het er in de richting van Zoar zo mooi als de tuin van de Heer of als Egypte. Even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. En daarom koos Lot voor zichzelf het hele gebied van de Jordaan uit en trok naar het oosten. Then Lot chose him all the plain of Jordan and Lot joined east. En zo gingen ze uit elkaar. And they separated themselves. En Abraham bleef in Canaan wonen. And Abraham dwelt in Canaan. En Lot ging in de steden van het Jordaangebied wonen. And Lot dwelt in the cities of the plain and pitched his tent. En hij zette zijn tenten op tot vlak bij de stad Sodom. And pitched his tent towards Sodom. En de mannen van Sodom waren erg slecht. But the men of Sodom were wicked. Ze deden alles wat de Heer verboden had. And sinners before the Lord exceedingly.
En toen Lot bij Abraham was weggegaan, and when Lot had departed from Abraham, zei de Heer tegen Abraham, the Lord said unto Abraham, kijk vanaf deze plek eens naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Lift up now thine eyes and look from the place where thou art northward and southward and eastward and westward. Het hele land dat je ziet, zal ik voor altijd aan jou en je familie na jou geven. For all the land which thou seest, to thee will I give it and to thy seed. Ik zal van jou een groot volk maken. And I will make thee thy seed as the dust of the earth. Zo ontelbaar als het stof op de aarde. So that if any man can number the dust of the earth. Kom. Trek rond door het hele land, want ik zal het aan jou geven. Arise, walk through the land in the length of it and the breadth of it, for I will give it unto thee. En daarna zette Abraham zijn tenten bij de eikenboom van Mamre bij Hebron. Then Abraham removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron. En daar ging hij wonen. And built there. En hij bouwde er een altaar voor de Heer. An altar unto the Lord. Nu, toen Abraham aanvankelijk op stap ging met God. Now when Abraham for the first time started to walk with God, had God hem duidelijke instructies gegeven. God had given them, given him clear instructions. In Genesis 12:1. In Genesis 12:1. Toen zei de Heer tegen Abraham. The Lord had said to Abraham, vertrek uit je land. Leave your country. Verlaat je familie. Leave your countrymen. En het huis van je vader. And the house of your father. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. And go to the land that I will show you. Dus het is heel heel duidelijk beschreven hier dat Abraham moest zijn familie achterlaten. So it was very very clear here that Abraham had to leave his family. Nu soms liggen de hindernissen voor het herstel in details. So sometimes the blockades or the obstacles for your restoration are in the details. Nu, of datgene dat wij als details zien. Or that the things that we see as details. Maar voor God zijn dat eigenlijk heel grote obstakels. But for God, they are very big obstacles. Omdat God van ons verlangt volledige en gedetailleerde gehoorzaamheid. Because he expects us or he wants us to give him a full obedience, full detailed obedience. Nu vandaag volgen mensen Jezus ook dikwijls naar hun eigen goeddunken. And today a lot of people follow God according to their own will. Of zoals ze zelf denken dat het wel acceptabel zal zijn voor God. Or the way that they think it's acceptable to God. Maar zo werkte God toen niet. So, but that is not how God worked then. En zo werkt hij vandaag ook nog niet. And still he does not work that way today. Nu God zei tegen Abraham dat hij zijn familie moest achterlaten. God had told Abraham to leave his family behind. Maar Abraham nam zijn neef Lot met zich mee. But he took his nephew Lot. Een neef, dat was toch wel heel duidelijk familie. And this is very clear that it is family. Nu Abraham ging dan wel op pad met God. Now Abraham was walking with God. Maar hij volgde de instructies niet in detail. But he did not follow the instructions in detail. Nu we konden onszelf beginnen af te vragen wat zouden de redenen kunnen geweest zijn waarom Abraham Lot met zich heeft meegenomen. Now we can ask ourselves the question, what could be the reasons why Abraham had took Lot with him? En als we die vraag stellen, and if we ask ourselves that question, dan kunnen wij onszelf ook de vraag stellen, wat kunnen redenen zijn waarom wij God misschien niet in detail volgen? Then we can also ask ourselves the question, why is it that we are not able to follow God in details? Wat kunnen de hindernissen voor ons zijn, zodat omdat wij geen herstel zien van het leven dat we zouden moeten leiden, een vredevol, een hemels leven hier op aarde. What can be the hindrances to our full restoration, to a peaceful life, a joyous life, or a heavenly life here on earth? Nu we zien dat misschien waren het emoties. Maybe it were emotions. Dat Abraham en Lot samen had gebracht. That had brought Abraham and Lot together. Omdat de vader van Lot was gestorven. Because the father of Lot had died. En misschien dacht Abraham, hij is nog zo jong. And maybe Abraham thought he's still so young. En hij voelde zich verantwoordelijk. And he felt himself responsible. En emotioneel zei van, ik moet voor hem zorgen. And emotionally he said to himself, I have to take care of him. Emotioneel had hij zo gedacht en hij had hem daarom ook maar meegenomen. Emotionally maybe he had thought that way and brought him for that reason. Of misschien waren het niet emoties. Or maybe it were not emotions. Misschien waren het tradities. Maybe it were traditions. Misschien was het omdat het in de tradities van de mensen van die tijd zo was dat wanneer een vader stierf, dat de nonkel van zorg droeg voor de kinderen. Maybe it was in the tradition of those people in that time that when the father of died, that the uncle had to take care of the children.
Of misschien waren dat geen emoties, misschien waren dat geen tradities. Or maybe it were not emotions or traditions. Maar nee, misschien was het sociale druk. Maybe it was just social pressure. Wat zullen de mensen zeggen? What would the people say? Als ik van dit land vandaan ga. If I leave this country. En ik laat de jonge man Lot hier alleen aan zijn lot over. And I leave Lot here over to his own lot. Wat denken mensen? What would people say? What would people think? Hij is de Heer. Praise the Lord. Het staat niet vast welke reden het was. It is not written which reason he took Abraham a lot for. Maar wat wel vast staat is dat Abraham God niet in detail volgde. But what is truly written is that Abraham did not follow God in detail. Ook vandaag staan emoties, tradities en sociale druk. And today also emotions, tradition and social pressure. Vele mensen in de weg om God in detail te volgen. Hinder people from following God completely. Maar ze weten niet dat het hindernissen zijn. But they do not know that those are hindrances. Om hun eigen herstel te zien. That will block their own restoration. Waardoor ze niet eigenlijk terug in dat evenbeeld van God kunnen hersteld worden. Through which they cannot be restored into that image of God. Ze kunnen niet hersteld worden terug in die tuin van Eden. They cannot be restored into that garden of Eden. Ze kunnen niet de volledige belofte zien van het beloofde land. They cannot see the full promises of the promised land. Maar ze zien altijd maar dat er hindernissen zijn. But they continue to see hindrances. En ze weten niet waarom. And they do not know why. Omdat ze om die redenen misschien God niet in detail gevolgd hebben. Maybe because they have not followed God in details. Kan je vandaag daarom bidden? Can you pray today? Jehovah. Jehovah, reinig mij van alle emotionele, traditionele, sociale hindernissen. Purify me from every emotional, traditional and social hindrances. Die mij hinderen van een volledig herstel in dit jaar 2020. That are blocking me from a full restoration in 2020. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu willen we God correct volgen. If we want to truly follow God, dan moeten we ons deze vragen stellen. Then we are going to do. We need to ask ourselves this question. Zijn mijn emoties sterker dan Gods woord? Are my emotions stronger than the word? Nemen mijn emoties de bovenhand over Gods woord? Do they have the upper hand above on the word of God? Of zijn tradities belangrijker dan Gods woord in mijn leven? Or are traditions more important than the word of God in my life? Geef ik toe aan sociale druk om Gods woord te negeren? Do I give in to social pressure to ignore the word of God? En daardoor de wil van de gemeenschap te volgen in plaats van de gemeenschap proberen te bevredigen en daardoor Gods woord niet te kunnen volgen. And to give pleasure onto the community instead of following the word of God. Nu de Bijbel zegt ons in het boek van Joshua. The Bible says in the book of Joshua. Nu dat voordat de mensen van Israël het beloofde land nog maar mochten binnengaan. Before the people of Israel were allowed to enter the promised land. Dat ze zich moesten reinigen. That they had to sanctify themselves. Dit was jaren nadat Abraham ook het beloofde land terug binnenging. This was years after Abraham also had entered into the promised land. Dus ook Abraham had een reiniging nodig. So also Abraham had needed the sanctification. De mensen van Israël hadden zich jaren in Egypte bevonden. The people of Israel had lived in Egypt for years. En ze hadden zich in de woestijn begeven. And they had lived in the wilderness. En ze waren door allerlei dingen vervuild geraakt. And they became filthy through different things. Maar voordat ze het beloofde land konden intreden, but before they were able to enter into the promised land, moesten ze gereinigd, geheiligd worden. They had to be sanctified. Nu, het beloofde land is een representatie van van de hemel of van een hemels leven of een vredevol leven hier op aarde. Now the promised land is a representation of heaven of a heavenly and peaceful life here on earth. Willen wij een vredevol of een hemels leven hier op aarde? Do we want a peaceful life here on earth, a heavenly life here on earth? En willen we ooit de hemel binnentreden? And do we ever want to enter into the kingdom of God? Dan moeten we weten dat er een reiniging of een heiliging moet plaatsvinden in then ons we leven. We have to know that there is a sanctification or purification that has to take place in our lives. En zoals ik al zei, ook Abraham moest deze reiniging doorstaan. And just as I have said, also Abraham had to go through this sanctification, this purification. What lezen we in dit verhaal in Genesis 13? Now what do we read in this story in Genesis 13? Dat er twee reinigingen moesten plaatsvinden. There are two purifications that had to take place. Nu de eerste reiniging was Abrahams reiniging
Bestond erin om Egypte achter te laten. Now the first one was the fact that Abraham had to leave Egypt. En hij moest terugkeren naar Bethel, het huis van God. Go back to Bethel, the house of God. Nu soms kunnen we denken dat we de hele wereld aankunnen zoals Abraham. Now sometimes we may think that we are able to fight against the whole world like Abraham. Alles was de hele tijd goed gegaan toen hij bij God was. Everything was going well when he was with God. Het liep van een leien dakje. Everything was going smooth. En misschien had Abraham wel de indruk gekregen dat hij de hele wereld aankon en dat hij het wel beter wist en dat hij alles wel wist en dat hij God niet meer nodig had. And maybe Abraham started to think that he could take on the world by himself, that he was wise enough that he did not need God anymore. Zodat hij het beloofde land kon verlaten tijdens deze hongersnood. That he could leave the promised land in this famine. En hij verliet Bethel. And he left Bethel. Hij verliet het huis van God. He left the house of God. En hij verliet de aanwezigheid van God. And he left the presence of God. Maar wat hij niet wist. What he did not know. Dat hij degene had verlaten die hem eigenlijk het vredevolle en het hemelse leven gegeven had. Is that he had left the one that had given him that heavenly life and that peaceful life. Abraham dacht dat hij het wel kon rooien in Egypte. Abraham thought that he could make it work in Egypt. Dat hij zijn plan wel kon trekken. That he could make his own plans. Maar al gauw kwam hij tot een andere vaststelling. But he came very fast to another conclusion. Wil jij vandaag de volgende stap zetten tot een volledig herstel van een vredevolle en hemels leven in 2020? Today want to take that next step to your full restoration and in a peaceful life and heavenly life in 2020. Dan moet ook jij bereid zijn om gereinigd te worden. Then you also need to be ready to be purified. Gewassen te worden van een eerste hindernis. To be cleaned from the first hindrance. Er is een hindernis. There is a hindrance. En die is genoemd Egypte. And it is called Egypt. En Egypte staat voor een werelds leven. And Egypt stands for a worldly life. Dus we moeten gereinigd worden van een werelds leven. So we have to be clean from a heaven from a worldly life. En juist zoals Abraham, zoals voor Abraham was er maar één plaats voor ons om gereinigd te worden. And just as for Abraham, there is only one place for us where we can be cleansed. En dat is Bethel. And that is Bethel. En Bethel is het huis van God. And Bethel is the house of God. Dat is de kerk. That is the church. Maak je geen illusies. Do not make yourself any illusions. Er is geen andere plaats waar je gereinigd kan worden. There is no other place where you can be cleansed. Wil je herstel tot een vredevol en een hemels leven? Do you want to be restored unto a heavenly and peaceful life? Dan vertel ik je vandaag. Then I'm telling you today. Als je nooit naar een kerk geweest bent. If you have never been to a church. Dan zoek jezelf een Bijbelgefundeerde kerk. Then you should search for yourself a Bible-based church. Zoals Abraham dat deed in Genesis 12. Just as Abraham did in Genesis 12. Hij begon op weg te gaan met God. He started to walk with God. En de Bijbel zegt. And the Bible says. Hij vestigde zich bij Bethel. That he came onto the point of Bethel. En dat is waar alles goed ging. And that is where everything started to go well. Maar toen hij zich naar Egypte begaf. But when he went to Egypt. Moest hij terugkomen. He had to come back. Misschien ben je ooit in de kerk geweest. Maybe you have been in the church before. Maar door omstandigheden ben je, of misschien door de welvaart ben je tot het denken gekomen. But maybe through wealth you came to an understanding, you came to a conclusion. Ja, to a way of thinking. Je begon op een andere manier te denken. You started to think in another way. En je dacht dat je de kerk niet meer nodig had. And you thought that you no longer needed the church. En nu zie je dat dingen beginnen om te keren. And you see now that things are starting to turn around. Dat je leven niet zo hemels meer is. That your life is no longer so heavenly. Dat je leven niet zo welvarend meer is. That you're no longer prospering in life. Dat je leven niet zo hemels meer is. That it is no longer heavenly. Zoals Abraham zag in Egypte. Just as Abraham saw in Egypt. Maar wat Abraham. But what did Abraham do? Abraham ging terug naar Bethel. He went back to Bethel. Hij overkwam de schaamte. He overcame that shame. Vandaag. Today, moet er iemand terugkeren naar de kerk. Somebody has to come back to the church. Moet terugkomen naar het huis van God. Somebody has to come back to the house. Zoals Abraham deed in Genesis 13. Just as Abraham did in Genesis 13. De Bijbel zegt vanaf vers 1. The Bible says from verse 1. Zo vertrok Abraham uit Egypte. And Abraham went up out of Egypt. Naar het zuiderland. To the south. Met zijn vrouw alles wat hij had. With his wife and all that he had. En Lot ging met hem mee. And Lot with him. En Abraham was heel rijk. And Abraham was very rich. En hij had veel vee, zilver en goud. In cattle.
battled in silver and in gold. En hij trok vanuit het zuiderland naar waar? Naar Bethel. And he went and he journeyed from the south even to where? To Bethel. Naar het huis van God. To the house of God. Naar de kerk. To the church. En hij ging weer naar de plek waar hij eerst zijn tent had neergezet. Onto the place where his tent had been at the beginning. Tussen Bethel en Ai. Between Bethel and Ai. En daar had Abraham toen een altaar voor de Heer gebouwd. And Abraham had built an altar there for the Lord. En nu ook bracht hij hem daar weer offers. And there again he brought sacrifices and vandaag vertel ik je. Today I tell de you, eerste reiniging die je moet krijgen. The first cleansing that you have to receive. Is in de kerk. It's in the church. Keer terug naar de kerk. Return to the church. Als je herstel van een vredevol leven wil. If you want to be restored into a peaceful life. Als de wereld vrede wil ervaren. If you want to receive that peace of the world. Nee, als de wereld, alle mensen, de hele wereld. If the people, niet alleen wij nu. Not only us. We praten vandaag veel over oorlog. Today we are talking a lot about wars. Maar als de wereld vrede wil ervaren. But if the world wants to receive peace or experience peace. Dan moet vandaag de wereld massaal terugkeren naar de kerk. The world has to come back to the church. Het is omdat ze zich massaal afkeren van de kerk. It is because they distanciate themselves from dat the er meer church. Oorlog komt. That there is more war coming. Prijs de Heer. Praise the Lord. Prijs de Heer. Praise the Lord. Prijs de Heer. Praise the Lord. Vandaag today, moeten wij terug die offers brengen. We have to bring those offerings again. De Bijbel zegt dat Abraham keerde terug naar Bethel. The Bible says that Abraham went back to Bethel. En hij begon er weer offers te brengen. And he started to sacrifice there again. Dat wil zeggen dat er voordien offers gebracht werden daar in de kerk. It means that there were sacrifices that were brought there in the church before. Voordien bracht de wereld ook offers aan God in de kerk. Before the church also the world also brought sacrifices to God in the church. Voordien waren de kerken gevuld. Before the churches were filled. Maar nu dat de kerken terug leeg lopen. The churches are empty again. En dat de mensen denken dat ze het wel kunnen door te leven in Egypte. And people think that they will succeed in just living in. Moet er terug een reiniging plaatsvinden. There's a sanctification has to take place again. Dan moet terug een reiniging plaatsvinden. That has to take place again. Abraham moest op zijn stappen weerkeren. Abraham had to go back on his steps. Nu voor velen zal het een beschamende ervaring zijn om terug te keren op hun stappen. And for a lot of people it may be a shameful thing to go back to or to return back. En terug te keren naar de kerk waar ze ooit van zijn weggelopen. And to go back to the church where they left maybe before. Het toegeven van fouten. To confess their mistakes. Het berouw tonen van fouten. To show repentance from their mistakes. Het terugkeren naar de plaats voordat de dingen fout begonnen te gaan. To go back to the point where before things were started to go wrong. Is deel van de reiniging. It is part of the sanctification. Waardoor dat we terug het herstel zullen zien van een vredevol en van een hemels leven. Through which we are able to see the restoration of a heavenly and peaceful life. Kan iemand vandaag die stap terugzetten? Can somebody take that step today? Misschien zijn het de vorige generaties die deze stap gezet hebben voor jou. Maybe it were the previous generations that took these steps for you. Niet naar de kerk gaan, maar uit de kerk weg te gaan. Not going to the church, but leaving the church. En ben jij er zelf wel niet van bewust? But now, and you maybe you are not conscious of it. Maar door het verhaal dat wij je vandaag vertellen. But through the story that we are telling you today. Het verhaal van Abraham. The story of Abraham. Moet het je duidelijk worden. It has to become clear. Dat jij diegene kan zijn. That you can be the one. Die de verandering terug tot stand brengt in uw familie. That brings that change in your life again. En in de volgende generaties. And in the next generations. Dat jij terug degene bent. That you can be the one. Zoals Abraham. Just as Abraham. Die een fundering legt voor de volgende generaties. The foundation for the next generation. Jij kan dat zijn. You can be that person. Maar wil jij die stap nemen? But do you want to take that step? Wil jij tot berouw komen? Do you want to come to repentance? Wil jij je fouten inzien? Do you want to see the mistakes you have made? Wil jij teruggaan op de stappen? Do you want to go back on those steps? Je moet weten. You have to know. Dat voor generaties. That for generations, wat had fout gegaan in Abraham's leven? Things were going wrong in the life of Abraham. Noah zat in de kerk. Noah was in the church. Hij was geconnecteerd aan God. He was connected unto God. Hij was dicht bij God. He was close to God. Hij was rechtvaardig in de ogen he van was God. Just in the eyes of God. Maar de generaties nadien. But there were generations that followed. Zij gingen verder en verder weg van God. They went further and further from God. Zij gingen verder en verder weg van de ark. They went further.
further and further from the ark. De ark is de kerk. The ark is the church. De ark is de kerk. The ark is the church. En we zien dat Abraham in de situatie was gekomen. And we see that Abraham was in the situation. Waarin alles fout ging. When everything was going wrong. Maar vanaf het moment dat hij God terug begon gaan te volgen. But from the moment that he started to follow God again. Begon dingen te herstellen. Things started to restore, to get restored. En hij kwam in Bethel. And he came into Bethel. En hij kwam in het huis van God. And he came into the house of God. En hij bracht daar offers. And he brought offerings there. We moeten offers brengen terug voor de kerk. We have to bring sacrifices to the church. We moeten dat opnieuw doen. We have to do that again. En Abraham ging weg uit de kerk. And Abraham had left the church. En onmiddellijk zien we dat alles terug begint fout te lopen. And we see that things start to go wrong immediately. Ik weet niet of dat het verhaal nog duidelijker kan zijn. I don't know if the story can be even more clearer. Als we vandaag willen terugkeren tot een vredevol leven. If we today want to return onto a peaceful life. Dan moeten we terugkeren naar de kerk. We have to go back to the church. En we moeten gereinigd worden van de wereld. And we have to be sanctified from the world. Neem jij vandaag die stap van reiniging. Do you today, say, I want to take that step of cleansing. Keer terug naar Bethel. Go back to Bethel. Keer terug naar de kerk. Go back to the church. Als je geen kerk hebt. If you do not have a church. En je leeft in de omgeving van Heist op den Berg. And you live in the environment of Heist op den Berg. Mechelse Steenweg 1. Mechelse Steenweg 1. Je wordt verwelkomd. You're welcome. En de adressen van onze andere kerken. And the addresses of our other churches. Die staan vermeld bij in deze boodschap. They are here in this message. Woon je niet in de geburen? If you do not live in the environment, dan zoek jezelf een bijbelgefundeerde kerk. Search for yourself a Bible-based church. Elk dorp heeft wel een bijbelgefundeerde kerk. Every town has one that is based on the Bible. En als het niet in je dorp is, dan moet het wel in het naburige dorp zijn. In your own town, then it is a town in the. Het zal nooit ver zijn. It will never be too far. Nu, een tweede reiniging of heiliging die moest plaatsvinden. Now, a second sanctification that had to take place. Hebben we gelezen vanaf vers 5. We read from verse 5. Het was een reiniging door goddelijke tussenkomst. It was a cleansing through godly intervention. Nu vanaf vers 5 beginnen we te zien. Now from verse 5 we start to see. Dat de Bijbel zegt dat de herders van Lot en van Abraham een conflict verwikkeld geraakten. The Bible says that the herdsmen of Lot and the herdsmen of Abraham had a fight. Omdat hun kudde zo groot waren geworden. Because their cattle was so big. Nu, Lot was een detail dat Abraham over het hoofd had gezien wanneer hij God begon gaan te volgen. Now, a lot was a detail that Abraham did not pay attention to when he started to follow God. Een detail dat hem eigenlijk in ongehoorzaamheid bracht aan God. A detail that had brought him into disobedience to God. Dat hij eigenlijk zijn hele familie moest achterlaten. That he actually had to leave his whole family. Maar op een goddelijke manier ontdoet God Abraham van Lot. But in a godly way, God separates Abraham from Lot. Niemand beseft wat er aan de hand was. Nobody understand or nobody is conscious of what is happening. God maakt zowel Lot als Abraham zo rijk. God makes Abraham and Lot so rich. En maakt hun kudde zo groot. And their cattle so big, their flock so big. Dat er niet genoeg gras voor beide of hen is. That there is not enough grass for both of them. We zien hier dat daardoor ze moeten scheiden. And we see that because of that they have to separate. Het was Gods plan. It was the plan of God. Het was het plan van God. Het was een goddelijke interventie. It was an intervention of God. Prijs de Heer. Praise the Lord. Zowel Lot als Abraham waren welvarend. So both Lot and Abraham were prosperous. Zo welvarend dat ze niet bij elkaar konden blijven. They were so prosperous that they could not stay together. Nu, Lot brengt het conflict tot Abraham. Now, Lot brings the conflict to Abraham. Maar Abraham heeft geleerd uit zijn vorige ongehoorzaamheid aan God. But Abraham had learned from his previous disobedience unto toen God. Toen hij naar Egypte ging. When he had gone to Egypt. En hij legt alles in de handen van Lot. And he leaves everything into the hands of Lot. Hij zegt, Lot, ik ga nergens heen. He said, Lot, I'm not going anywhere. Als er niet genoeg gras hier is, ga maar. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Of blijf ik hier. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. And he tells Lot, you choose. If you go to the left, then I go to the right. And if you go to the right, I go to the left. Maar ik wil eerst luisteren naar God. But I'm going to listen. Ik ga nergens meer heen zonder God te raadplegen. I'll no longer go anywhere without listening to God. Nu, de keuze van Lot is een ander verhaal. Now the choice of Lot is another story. En daar kunnen we op een andere keer misschien wel eens op ingaan. And maybe we'll talk about it in another time on another occasion. Maar vandaag praten we over de reiniging van Abraham die deel uitmaakt van Abraham's uiteindelijk herstel tot een vredevol en een hemels leven. But today we are talking about the sanctification of Abraham which leads to his full restoration. Nu, de tweede reiniging die plaatsvindt. Now the second sanctification that takes place is dat Abraham in volledige gehoorzaamheid moest komen aan de initiële
instructies die God hem gegeven had. Is that Abraham had to come back to the to full obedience or to the first instruction that God had given him. Zodat Abraham de volledige beloftes van God kon ervaren. So that Abraham could experience or enjoy the full promises of God. Nu de vraag vandaag is. Now the question today is. Waar ben jij nog ongehoorzaam aan God? Where are you still disobedient unto God? Misschien zijn het meerdere dingen. Maybe there are various things. Of misschien zijn het wel vele dingen. Or maybe there are a lot of things. Nu behandel ze één voor één. Now treat them one by one. En je zal zien dat het licht in je leven stap voor stap zal hersteld worden. And you will see that the light will be restored in your life little by little. De beloftes van God stap voor stap zullen gerestaureerd worden, and zullen hersteld worden. The promises of God will be restored in your life step by step. Vandaag hebben we gezien hoe Abraham een werelds leven achter zich moest laten. Today we have seen how Abraham had to leave behind a worldly life. En gelijktijdig dat hij terug deel diende uit te maken van de kerk. And at the same time that he had to be part of the church again. Nu dat was de eerste reiniging. Now this was the first sanctification. En daarna zagen we dat nadat hij teruggekeerd was naar de kerk. And then we saw that when he had come back to the church. Welke een noodzakelijke stap was. Which was a very necessary step. Omdat hij in de kerk zou leren. Hoe of waar hij ongehoorzaam was aan God. Because in the church he could learn where he had been disobedient. In de kerk wordt het woord van God gesproken. In the church the word of God is spoken. En wanneer we het woord van God leggen naast ons leven. And when we put the word of God next to our lives. Dan zullen we zien waar we ongehoorzaam zijn. We are able to see where we have been disobedient. En wanneer we dan nadat we uit Egypte zijn weggegaan. Now, and when we have left Egypt. In de kerk zijn terechtgekomen. We have come into the church. Het woord van God horende. Listening to the word of God. Ons leven beginnen gaan te veranderen. And we start changing our lives. Om in gehoorzaamheid te komen aan God. To come back into obedience unto God. Dan zullen we zien. Then we will see. Net zoals Abraham. Just as Abraham. Dat een vredevol en een hemels leven hersteld wordt. That a peaceful life and a heavenly life is restored. En dat is waar we naartoe werken. And that is what we are working towards. Maar er zijn nog een aantal stappen die we moeten doorgaan. There are still a few steps that we have to go through. Die we de volgende weken zullen doorlopen. That we are going to talk about in the coming weeks. Wil jij een vredevol en een hemels leven hier vandaag de dag? Do you want a peaceful and heavenly life here today on earth? Nu dat wat we vandaag besproken hebben. What we have spoken about today. Zijn eens te meer stappen die je dient te nemen. Those are the little steps that you have to take. Nu de keuze is aan jou. Now the choice is yours. De keuze is aan jou. The choice is yours. Daar wil ik je vandaag mee laten. And that is where I'm going to leave you with today. Zodat je hier kan over nadenken. So that you can think about these things. Of je wel bereid bent om die stappen te nemen. If you are really ready to take these steps. Wil jij werkelijk een vredevol leven en een hemels leven? Do you truly want a heavenly life, a peaceful life? Overdenk dan de stappen opnieuw. Think about these steps again. Dit was Gods woord voor vandaag. This was the word of God for today. Volgende week zijn we er weer. Next week we are here again. Blijf deze boodschappen delen. Continue to share this message. En blijf kijken. And keep watching. We hopen je volgende week weer te zien. We hope to see you next week again. Ik wens je nog een vredevolle. I wish you a peaceful. En een gezegende nacht toe. And a blessed night. En hopelijk tot volgende week. And hopefully see you next week. Of misschien op gedurende een van onze diensten hier in Heist op den Berg. During one of our services here on of in Turnhout. Or in Turnhout. Sint-Niklaas. Antwerpen. In Menen. Of soms gaan we zelfs naar Spanje. Sometimes we even en binnenkort gaan we zelfs naar Kenia. And very soon we are going to Kenya. Prijs de Heer. Praise the Lord. Misschien tot daar ergens. Maybe we see you then. God zegen. God bless you. Bye bye. Bye bye.